Haha, dag Rienje vrienden. Hoe is het met jullie? Nou, hier is natuurlijk fantastisch. Ja? Max Verstappen, we hoeven er niet heel veel over te zeggen, maar potverdikke wat de race zegt. Niet te geloven, wereldkampioen. Wel knap, hè? Hebben we gewoon in Nederland een wereldkampioen autorijden. Is toch prachtig? Ik moet eerlijk zeggen, ik zat met mijn zoontjes te kijken. Na 100 meter was hij zijn eerste plek kwijt. En toen hebben we geloof ik 57 rondjes met zo'n mond gezet, zo. Wat voor dikke. Hou het kampioen kunnen worden. En toen reed die Latifi zijn auto aan pullen. En toen hadden we gewonnen. Nou mooi toch. Wat een heerlijke zondag. Op Ajax. Nou dan. Wat zit er onder een doosje? Abu Dhabi. Wat heeft Achmedje opgestuurd? Nou ben ik het wel zat. Wat is dit nou weer? Ach, noedels weer. In de supermarkten stikt het tegenwoordig van de noedels, want het is hip om noedels te eten. En noedels eten is ook heel makkelijk. Want het is namelijk een bak met noedels, smaakjes, je pleurt er water bij, 3 keer roeren en je hebt gewoon eten. Ja, het gaat sneller dan een boterham smeren. Dus ik begrijp het allemaal wel. En het stikt tegenwoordig van de smaken. Het is niet te geloven hoeveel keuze er is. En een van de keuzes is dus nu ook de Soba. De Soba wokstijl. De Soba wokstijl van Nissin. En dan denk ik, maar dit is Japans. Dit zijn Japanse noedels. En dan is het meestal weer wat lekkerder dan die Chinese meuk. Klinkt misschien een beetje onaardig over Chinese meuk, want de Chinezen maken ook heerlijke meuk. Alleen, ik vind Japans altijd, het is allemaal net even wat mooier, wat langer over nagedacht. Is het Japans of ben je mijn nek aan het kletsen trouwens? Even kijken. Sukiyaki beef. En dan hier wit met een rood rondje. Dat is de Japanse vlag. En sukiyaki is ook Japans. Dus het is gewoon Japans. Sukiyaki beef. Nou, heerlijk. Sukiyaki beef. En hier hebben we de soba wokstijl teriyaki. Ook lekker. En hier hebben we de classic. Ja, de classic wat? Weet ik niet. Het is gewoon in ieder geval de classic. Het zal wel... wat is nou weer een classic? Nou, er staan heel vreselijk veel kleine letters op wat erin zit. Ga ik allemaal niet voorlezen, want dan ben ik volgende week nog bezig. De vraag is eigenlijk meer, hoe maak je zulks? Even wachten. Dit is spannend. Hier is er nu de uitleg op, die ik nog nooit heb gezien. Je moet dus het openmaken. Nou, dat lukt nog net. Dan moet je deze eraf afhalen. Nou, daar zit er natuurlijk weer zo'n zakje olie in. Ja. Dan heb je hier dus die meuk, die gedroogde meuk. Met, wat is het in hemelsnaam? Maar, wat is er nou zo apart? Je moet dus water erin gooien. En 3 minuten wachten. En dan het afgieten. Want er zitten gaatjes in. Kijk, en dat is dus Japans, hè? Daar is er net even langer over nagedacht bij de Chinezen. Bij de Chinezen, ja, dan heb je er gewoon te natte noedels. Bij Japan hebben ze gewoon een afgietdekseltje erin gedaan. Snap je? Wat leuk. Nou, hartstikke goed. Even kijken. Hier, hetzelfde verhaal natuurlijk. Hoppatee, ja. En hier ook. Hoppatee, ja. En er zit ook een zakje met spullen in. En hier zit ook een zakje. Hier zit ook een zakje met spullen in. Wat moet ik nou doen? Oh ja, water koken. Nee, eerst die troep erin gieten. Dit is de... Weet ik niet. Oh, dat loopt. Oh, dit is niet. Ja, alles zit onder. Ik weet niet eens wat het is. Maar alles zit onder die troep. Ik weet niet wat het is. Misschien ketchup of zo. Je weet ik het. Nou ja, we zien wel. En dan hebben we hier hetzelfde verhaal. En hier, het is wel heel vloeibaar. Het stinkt wel verschrikkelijk dat spul weer opgooit. Maar goed. En dan heb je deze. En ja, ook zit ook op de tafel. Verjuzig. Nou, ik ga maar even water koken. Oké, ik heb een lekbak, waar we straks in gaan lekken. Ik heb kokend water. Tot waar moet het water er dan in? Even kijken. Kokend water tot streepje. Kokend water tot een streepje. Kokend water
tot het streepje. En dan de dekkertjes erop. Zo. Alles zit onder die troep van net. Even doekje halen. Wat voor je. Zo. Even schoonmaken. Ja. Brand net even mijn klauw aan die waterkoker. Ik ben heel benieuwd. Ja, je moet nog even wachten, denk ik. Maar ik ga toch een beetje frutten. Zo. Ja, ik snap nu wel een beetje waarom je het moet afgieten. Want dit lijkt zo'n beetje op soep. We gaan eerst even naar de Classic kijken. Hoe is het met de Classic? Eens even kijken. Hoppie, floppie, floppie. De Classic ziet er nu zo uit. Dus het lijkt inderdaad wel alsof het allemaal wat zachter is geworden. De noedels die zijn denk ik ook bijna gaar. Het is niet te geloven, maar hele stukken groenten komen nu naar boven drijven. Hoppatee. Nog heel even stomen en dan kunnen we hem afgieten. Goed, laten we beginnen, want ik ben zat. Nu gaan we afgieten. Er komt een showtje saus uit lopen, jongen, dat is niet te geloven. Nou, dan gaan we dat maar die andere ook maar doen. Overigens is het bakkie ongelooflijk heet. Je brandt tijdens het afgieten wel stevig je poten. Maar even... Hoppatee. Oh, even een noedeltje ergens zomaar op straat eten. Dat wordt een beetje lastig als je 1,5 liter vocht uit een douche moet laten lopen aan de voorkant. Maar ja, ups. Een hele bak met sap. Kun je verdomme in zwemmen zoveel? Misschien. Niet te geloven, toch? We zijn zover. We hebben heel veel meegemaakt. We zaten onder de ketchup. We hebben water moeten koken. We hebben water erin geschrokken. We hebben moeten roeren. We hebben alles weer nog een keer van de ketchup moeten schoonmaken. We hebben afgegoten. Ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt om te eten. Oh, wat duurt dat allemaal lang, zeg. Ik begin wel met de Classic. En Classic wat? Ik weet niet. Classic wat het is. Maar wat ik wel zie, is dat hier... je zit niet zoveel in. Ik zie groenten. Nou ja, hele kleine flippertjes groenten. En kijk. Dit. Een stukje kool, denk ik, of zo. En dat is het dan. Maar goed, we gaan proeven. Prima noedels. Die zijn echt lekker. En... Hey. Er stuitert een blokje vlees uit. Wat voor blokje vlees het is. Ik denk kip. Klein beetje smaak. Niet vies. Met kipvlees, de vleesstukjes. Tijd voor de soba teriyaki. Wokstyle. Nou, helemaal goed. Auw. Er komt gelijk iets brandends om al. Maar wat is het? Weet ik niet. Teriyaki. Een teriyaki is volgens mij kip. Kip teriyaki. Nee. Kip, je hebt kip teriyaki, maar je hebt ook beef teriyaki is het toch? Nu weet ik niet meer. Ik vind hem een beetje saai. De teriyaki van soba is een beetje smakeloos. Er zit weinig vlees in. Of niet, weet ik veel. Er zit ook geen blokjes in. In de Classic zitten nog tenminste. Kijk, blokjes kip. Nou, dat is ook maar heel klein hoor, maar blokjes kip. En in de teriyaki zit dan niks. Hier. Hoe zit het dan? Met de laatste, waar ook gelijk een blok wortel uit dondert. De sukiyaki beef. De sukiyaki beef. Nou, hartstikke leuk. Kijk, het begint toch gelijk met een stuk beef. Dus er zit vlees in. Nou ja, beef, het ziet er meer uit als een plak hash. Maar het smaakt naar beef, maar niet echt hele lekkere beef. Maar goed. Gaan we deze proberen. Nou, weer helemaal vol met die stukken met kool. Hier zitten dus stukjes beef in, heel weinig. De smaak is wel lekker. Het is niet heel heftig, de smaak, maar best uitgebalanceerd. Ik moet zeggen, bij alle drie zijn de noedels heerlijk. Zo zie je maar, dat is ik denk dat het door de techniek komt, met veel water en dan afgieten. Want ze zijn... gaar en beet perfect. Ze zijn perfect qua bite. Niet te zacht, niet te hard. Het is lekker.
De smaken, de Japanse smaken, zijn over het algemeen ook gewoon lekker. Het is niet te pittig, het is niet te zoet. Het smaakt apart en dat mag ook wel voor iets Japans. Ik ben best wel tevreden naast al het gedoe wat je moet uitvoeren. Om die bende eindelijk een keer in je mond te kunnen krijgen. Maar goed, er was een beetje saaier. Nou ja, tijd voor de cijfertjes. Wat een gesodemieter. Maar wel leuk hoor. De Japanse cup noedels van Soba. Je hebt hier de classic. Je hebt hier de teriyaki. En je hebt hier de sukiyaki beef. Nou, ik zal je wat vertellen. De teriyaki viel het meest tegen. En dat is natuurlijk een beetje raar, want teriyaki... Het is vrij makkelijk toch om het dan naar teriyaki te laten proeven. Nou, dat deed het niet echt. Het was een beetje saai. Er zat ook niet zoveel vlees in. Liever gezegd alleen maar kipvleespoeder. Doen we niet voor. We willen brokkies. Dus deze is saai, maar niet vies. Want de smaak is lekker. Deze is gewoon een 6. De sukiyaki beef is lekker hoor. Is goed van smaak. Is ook beetje pittig. Dat is ook wel lekker. Ik zou niet weten wat precies die sukiyaki betekent. Maar lekker is hij wel. Er zit erg weinig beef in en de beef die je proeft, als het grote stukken zijn, is niet zo heel erg lekker. Maar qua smaak is hij hartstikke goed. Deze is lekker hoor. Ik heb van mij gewoon een 7. En de winnaar is de classic. De classic wat? Weet ik niet. Ik weet niet wat voor classic. De classic wat? Ja, meestal heb je dan bijvoorbeeld de hotdog classic. Dan weet je dat het een hotdog is. Hier staat alleen maar classic op, dus het is de classic. De classic wok-style noodles van Soba. Het zal nog wel, maar die is hartstikke lekker. Er zit nog brokjes kip in ook. Die krijgt van mijn oom Jan gewoon een 8. Het is even gedoe, het is even geleuter. Maar dan heb je echt serieus een lekkere noedelcup. Vergeleken met de meeste noedelcups die niet te bikken zijn. Is dit gewoon echt kwaliteit. Japanse kwaliteit. En daar houden we van. Hai! Toch.